Avant Arte is een kunstplatform van twee jonge ondernemers uit Almere, tenminste van origine, zonder enige kunstachtergrond. Maar met een Instagram-account van meer dan 1 miljoen volgers, dan ga je vanzelf meedoen. En dat doen ze inmiddels. De kunstwereld opnieuw vormgegeven. Daarover gaat dit verhaal. Met mijn gast Christian Luiten. Christian, van harte welkom. Goedemorgen. Mooie intro, hè? Ja, fantastisch. Ja, vond ik ook. Hey, hoe is het ontstaan, dit verhaal? Helemaal vanaf het begin? Ja, helemaal vanaf het begin. Een soort van ik en mijn partner, wat je zei, komen beide niet vanuit de kunstachtergrond. Dus eigenlijk helemaal geen interesse in kunst. Maar wel een liefde voor hiphopmuziek. Ja. En Kanye West of Jay-Z. En best wel, ja, rappers houden gewoon om te rappen over dure dingen. En... Ja, precies. Alles wat krijgt is cool. Ja, precies. En kunst was onderdeel daarvan. En ik weet wel dat Jay-Z inderdaad ook rappt voor I Want a Rothko. En een Rothko schilderij. En toen dacht ik van, oh ja, wat is dat dan? Of hoe de hel is Picasso? Ja, of van een Rothko van wat voor horlogemerk is dat? Of, yeah. Maar dat was een schilder blijkbaar. En toen was er ook een expositie in Den Haag. In het gemeentemuseum Den Haag van Rothko. De schilder, en daar was ik toen naartoe gegaan. Ook eigenlijk omdat Jay-Z dat zei. En er was ook een George Condo schilderij. Wie Kanye West had, doet altijd albumkoffers met artists. Dus George Condo, Kaas, Murakami. En George Condo was er ook. En zo eigenlijk interesse in kunst ontwikkeld. Jij studeerde of iets, toch? Met je ik studeerde commerciële economie. En mijn partner studeerde commerciële economie. Maar ik studeerde niet echt. Dus je had tijd echt genoeg? Ja, het ding was, ik ging dus gewoon naar... Ja, ik ging niet echt, maar ik vond gewoon niks. Maar ik moest natuurlijk wel voor mijn ouders doen, alsof ik naar school ging. Ja, ja. Dus toen ging ik gewoon naar de BIEB toe. Omdat in die tijd was ik dan niet thuis, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus toen ging ik gewoon naar de BIEB toe. En daar waren heel veel boeken. En ik kreeg interesse in kunst. Ik kon gewoon heel veel leren in die tijd over kunst. En zo heb ik wat trok geleerd. Je dan aan in die kunst? Het was vooral inderdaad gewoon al die namen die ze noemen van al die kunstenaars. En die waren gewoon heel duur. Ik kon ze niet kopen. Zeg maar, niet, zeg de maar, werken van die kunstenaars? Ja, nee, de kleding die Jay-Z of Kanye of de rap kon nog wel als ik mijn best deed, zeg maar. Ja. Maar dus ik was heel erg geïnteresseerd van, ja, maar wat zijn dan... Ik had hetzelfde met muziek en met fashion en zo. Dat ik gewoon, als ik geïnteresseerd ergens in raakte, ging ik op zoek op internet naar nieuwe dingen. Van nieuwe muziek, nieuwe rappers of nieuwe fashion designers. En toen met interesse in kunst gebeurde datzelfde, zeg maar. Dus ging ik gewoon het internet op en zoeken naar jonge kunstenaars die ik heel tof vind. En ik zag gewoon heel veel toffe dingen die ik eigenlijk nooit zag, eigenlijk helemaal. Ja. En ook gewoon leren over de achtergrond, over de geschiedenis. Geschiedenis overdreven woord, maar over wat maakt kunst goed. En en zoveel geleerd en eigenlijk gewoon gaande loop interesse gekregen. En toen ik en mijn partner hadden een soort van een document opgesteld met alle kunstenaars, jonge kunstenaars die we wouden kopen als we wel geld hadden, zeg maar. Ja? Maar toen kwam vraag 2, hoe verdienen we dan geld? Ja, maar toen was het, dat document was zo groot dat we dachten van, ja, we moeten er wat mee doen. Dus toen begon ik erover te posten op Tumblr. Ken je Tumblr? Ja, ja. maar ik had gewoon een eigen Tumblr met soort van fashion, vrouwen, allemaal dingen die ik tof vond, zeg maar. Ja. En kunst ging er ook op posten. Fashion, vrouwen en kunst. Ja, en dat kunst, gewoon toffe dingen. En dat kunst kreeg, en ook architectuur en zo. Ja. En dat kunst, dat kreeg heel veel tractie eigenlijk. Dat kreeg de meeste reposts of zo. Dus toen... Ze hebben een eigen account begonnen, Avant Arte op Tumblr, zeg maar. En later heel snel al naar Instagram gegaan. Omdat het was 4 jaar geleden, denk ik. Dus in 4 jaar groei je een Instagram-account naar wat is het nu? 1,3 miljoen. En hoe doe je dat? Ja, dat was denk ik het juiste moment beginnen. Juiste timing voor het algoritme. Er was nog niet veel. En ik denk gewoon, als een soort van het grotere ding is, er zijn niet heel veel jonge mensen geïnteresseerd in kunst. Of ze weten echt heel veel over moderne kunst. Ja. En heel veel jongeren weten wel heel veel over social media. Zo zijn we opgegroeid, zeg maar. Ja. En meer de oudere mensen die wel veel over kunst weten, die zijn niet opgegroeid met social media. Dus het is een soort van we hadden iets, zeg maar, wat niemand had. Ja, sure. Dus ik denk dat zeg maar, als je soort van hoe groei je dat of hoe... En wanneer werd het een bedrijf? Even, want de mensen zitten nu al 5 minuten en denken, ja, maar wat doe je dan? Wat we doen als bedrijf is, we werken samen met kunstenaars. En we met de grootste kunstenaars van de wereld eigenlijk. En daarmee collaboreren we. Ja, inmiddels. En dan doen we limitation prints of limitation sculptures. Of, betaalbaar. Betaalbaar. En dat verkoop je? En dat verkopen we op onze website.
En door onze Instagram kunnen we heel veel mensen naar onze website toe leiden. Gewoon één Instagram post. Ja, en dat is crazy. Want, maar doe eens even een voorbeeld. Waar hebben we het dan over? Dus, soort van, dus we hadden, ik denk vorige maand hadden we een print gedaan van €1600. €1600 deden we er 110 van. Met één Instagram post. En dat verkocht uit binnen met 32 seconden. Met 32 seconden? 32 seconden, ja. Dus daar had je er ook meer van in kunnen kopen? Ja, maar nu was er wel, er was zoveel hype, zeg maar. Dus iedereen wilde het zo graag hebben. Dat, het is ook wel weer goed, zeg maar. 100 stuks? 110 stuks. 110 stuks. Keer 16. Dus dat is 1,5 ton, ruim. En wat verdienen jullie daar dan aan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Maar, wat dan? Hoezo dat nou weer niet? Wat is dat toch met die nieuwe generatie? Een beetje geheim gelopen doen over handel. Ja. Maar jij tikt gewoon een feedback? Jij krijgt gewoon een kickback van de artiest? Kickback, ik wil iets meer, ja. Ja, iets meer. Maar is 50-50 dan? Bij sommige artiesten is het 50-50. Het is gewoon gallery model eigenlijk, ja. Okay. En we doen die launches, we doen er denk ik 2 per maand ongeveer zo. Of we proberen het nu, we gaan nu dit jaar gaan we er meer doen. Eerst deden we het iedere maand. En ja, dat gaat heel goed. Dus jullie zijn bijna loaded gewoon. Je kan bijna zelf kunst gaan kopen. We mogen niet klagen. Gast. Hoe zitten jullie? Want zijn jullie nog met z'n tweeën? Of hebben jullie inmiddels echt qua zeg maar, bedrijf shit? Ja, we hebben ook R's en al die dingen. Maar heb je mensen aangenomen al? Ja. Hoeveel? Ik denk, we zitten nu 4 mensen. Maar we hebben wel een aantal freelancers. Maar heb je kantoor ook? Ja, in Naarden hebben we een kantoor. En daar zitten mensen gewoon? Nou, dat niet, maar... Maar jij hebt wel 4 op de... Wat voor mensen neem je dan aan? We hebben nu de CEO van Boiler Room. Die is naar ons gekomen, het muziekplatform. Ja. En die gaat nu zeg maar eigenlijk soort van echt het bedrijf... Want kijk, inderdaad, ik heb geen experience in bedrijven bouwen. En je ziet er niet uit alsof dat je ambitie is. Nou ja, ik denk wel later mijn ambitie. Ik wil er heel veel van leren. En maar ik weet, ik ga gewoon heel veel fouten maken in terms of hiring. En een bedrijf bouwen, bedrijfscultuur, et cetera. Yeah. En ik moet doen waar ik goed in ben. En dat is gewoon de kunstwereld. Want jij doet het samen met Curtis. Curtis Penning. Yes. En wat is jullie rolverdeling? Curtis doet meer het operationele gedeelte. Ja. Dus, en ik doe meer het kunstwereld. Jij bent echt de creative, zeg maar. Van het ja, ik denk het, ja. En wat houdt dat in dat je veel reist en alles? Ja, heel veel. Dus doe eens even de afgelopen maand of zo. Ja, maar vorige week was ik een week in Hongkong. En nu was ik een week in Amsterdam. Volgende week ga ik naar Londen. Of morgen ga ik naar Londen. Die week daarna ga ik naar New York. En wat doe je dan? Deals sluiten. Ja, het is gewoon kunstenaars opzoeken, maar heel veel ook gewoon deals met galleries sluiten. Het is heel veel netwerk. In Hongkong was het gewoon het was Art Basel, dat is een kunstfair. Iedereen was in Hongkong, zeg maar. Elke belangrijke persoon bijna vanuit de kunstwereld. Dus dan is het gewoon... Hoe kijken die tegen Avantarte aan dan? Ja, de vorige week was heel bizar, omdat dat echt de meest belangrijke mensen soort van kwamen ook gewoon echt naar mij toe. En, soort van, oh, you're the kid I need to... Een soort van, ik moet jou hebben. Zeg. Vuile opportunisten zijn. En het was... Ja, maar dat is waar ik het net over had. Voor mij, ik sprak met David Schwerner, wat de grootste gallerist... samen met Larry Gagosian zijn dat de 2 grootste art dealers, zeg maar. Van dit moment. Maar dit doet hij ook. Hij doet meer dan 500 miljoen omzet, zeg maar. Maar hoe doet hij zijn verkoop? Hij doet het via de gallery. Dus hij zei ook tegen mij, hij zei van... I'm pretty good at the brick and mortar thing. Ja. Maar van de online wereld snap ik niks van. En hij zei van ja, ik moet jou hebben. Want wat doen jullie aan omzet? Wil je even kijken hoe die zeggen dan? Dat ga ik ook niet zeggen. Maar dus, is dat miljoenen inmiddels? Ja, wel. Ja. Geen 500 miljoen. Nee, geen 500 miljoen, maar meer dan 2. Ik ga geen antwoorden geven. Maar ja, we doen miljoenen omzet. Dan heb je ook het risico, new kid on the block, hip and happening. Dus dan komen er allemaal aasgieren om je heen hangen. Zoals zo'n gast met zo'n gallery. Ik bedoel, als ik hem was, dan wist ik het wel. Dan zei ik, heb ik inlijven die handel. Want dan heb ik en brick and mortar. En ik heb online meteen geregeld. Mm-hmm. Dus doe maar kopen die handel dan. Mm-hmm. Hoe vaak hebben ze dat al gezegd? Het is wel gebeurd, maar nooit echt serieus. We gaan niet verkopen. Niet? Nee. Want? Ik heb nog veel te veel plezier in wat ik doe. Ik ga het niet weggeven. Huh. En wat hij ook zegt, een soort van... Ik denk het voordeel zijn van een jonge ondernemer zijn dat je langer termijn kan denken. En dat er, zeg maar, in de kunstwereld, zeg maar, de leeftijd die wij hebben, zijn we echt baby's, zeg maar. En we zitten gewoon in een enorm goede positie. Dus om dat nu al een soort van een korte termijn gaan cashen, vind ik super dom. En dat zou ik niet doen. Jij zit met je kantoortjes een beetje naast Klibanski.
Ik noem zijn naam, schrik me niet. Ik noem zijn naam omdat hij is ook hier geweest. Ja. En hij zegt ook heel duidelijk van er zijn bijna een soort van twee werelden. De kunstwereld, met alle respect, dat was meer zeg maar dit soort types, weet je wel. De grijze maffia, weet je wel. En komen jullie in één keer binnen. Is er een soort renaissance in de kunst aan de gang? Of hoe zie jij die beweging? Nou, hij heeft wel gelijk. Er zijn inderdaad twee kunstwerelden. Je hebt gewoon het normale publiek of zo. En dan heb je een heel klein niche, de 1% van de 1%, zeg maar. Wereld die eigenlijk alles bepaalt voor de rest. Dus dat klopt. Alleen er is wel een democratisering aan de gang in de kunstwereld. En dat komt echt mede door Instagram. Die het voor veel meer mensen heeft toegelaten in de kunstwereld. Er is nu ook kunstenaar Kaas, die heeft net een schilderij voor 14 miljoen verkocht. En de kunstwereld heeft echt een bloedhekel aan hem, zeg maar. Een soort van. Niet zo erg als bij Kliwanski waarschijnlijk, maar zeg maar, hij wordt echt wel gehaat, zeg maar. Ja. En hij verkocht ineens zijn werk voor 14 miljoen. In de kunstwereld werd echt helemaal gek. En hij is iemand die heeft... Hij is de kunstenaar met de meeste Instagram-volgers, zeg maar. Maar hoe zie je dan de toekomst van die bestaande kunstwereld? Hoe pakt die kerel met zijn gallery maar eens even? Moet hij zich zorgen gaan maken? Nee, ik denk het niet. Want ik denk dat de kunstwereld wordt alleen maar groter. Dus er komt meer... Want het is nog een hele kleine wereld. Ik bedoel, de kunstwereld is een wereld van 60 miljard ongeveer. Maar dat is... Het klinkt heel veel, maar van mijn Apple is alleen al veel meer waard. Ja. Dus het is nog een hele kleine, een hele niche-wereld. En er gaat natuurlijk heel veel geld in om, maar hij kan nog veel groter worden. Dus ik denk dat voor dat soort mensen het juist positief is dat de kunstwereld helemaal groter wordt. Want er valt meer te verdienen, er zijn meer toeschouwers. Alleen ik denk dat soort mensen zich wel weer zorgen maken in een way dat... dat is ook als het grotere publiek een stem heeft, dat zij een kleinere stem hebben. Ja, en dan wordt het minder elitair. Het wordt minder elitair, ja, absoluut. Maar ik geloof wel, en ik denk wij gewoon als bedrijf geloven heel erg, dat om die kunstwereld te veranderen, moet het wel echt van binnenuit, zeg maar. Mm. Dus dat soort mensen zijn ook wel echt nodig. Aan wie verkoop jij? Ik denk dat, zeg maar, bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen van onze volgers zijn onder de 35. Dus wij verkopen echt aan de jonge garde. Hoe weet je dat? Je kan het gewoon zien. Statistieken, maar ook gewoon op websitebezoek en data. Ja, als je weet natuurlijk transactie, dan weet je wie het precies, is. Precies, ja. En je hebt gewoon best wel veel contact ook gewoon met collectors en zo. Dus je ziet er wel snel van wat de groep is. Die je kan heel makkelijk zien. En wat zijn verkoopprijzen dan gemiddeld van handel, van kunsthandel? Van ons? Van kunst die jij verkoopt via jullie? Van ons, ik denk dat het ligt tussen de €750 en de 5.000. Ja. En we gaan... Ik denk over een paar maanden ook werken doen van €10.000. En we doen ook wel shows, dus gewoon brick-and-mortar offline shows. Laten jullie zien. Pop-up shows. En dan doen we wel originele werken, die zijn wel rond de 10.000 of zo. Hoe belangrijk is jullie mening inmiddels? Want je bent natuurlijk begonnen als broekies en we hebben bereik. En kom maar op met je kunst en wij verkopen het wel. Maar ik kan me voorstellen dat je nu zo'n positie creëert dat jouw mening gaat meetellen. Dat jij mensen kan maken. Ja, absoluut. En het is denk ik ook vooral met dat netwerk in die kunstwereld, die andere kunstwereld, die 1,1%. Ik daar ook best een goed netwerk in heb. En dat je dan wel echt in dat artist kan maken. Je kan ze niet alleen laten groeien op Instagram, maar ook aan de juiste collectors voorstellen of aan de juiste galleries of met de juiste mensen associëren. Wat vind jij goede kunst? Dat is een goede vraag. Ik denk goede kunst voor mij is sowieso kunst waar je over na gaat denken. En ik denk dat je... er zijn gewoon heel veel dingen ook gewoon in het leven waar je gewoon niet over nadenkt, die je gewoon maar doet en die gewoon een soort van standaard zijn. Ik denk dat kunst, goede kunst, je soms laat nadenken over dingen waar jij op... eigenlijk wat voor jou heel normaal is of eigenlijk waar je helemaal niet over nadenkt, maar dat je dan ineens bewust van wordt. En dat je niet per se een andere kijk gaat krijgen op de wereld, maar wel erover na gaat denken. Maar soms goede kunst kan ook gewoon heel mooi zijn of kan heel decoratief zijn. Ja. Ik denk dat er meerdere... Voor mij goede kunst is, zeg maar, wat ik zelf collect, zijn gewoon verhalen. Dat kan met mij te maken hebben of met soort van... of ideeën. Dus ik denk dat er veel... je hebt verschillende argumenten waarom kunst goed kan zijn. Maar het kan heel mooi zijn. Het kan... conceptuele ideeën erachter kan heel interessant zijn. Mm. Of het kan iets met jou te maken hebben of iets met iets wat jou aangaat te maken hebben. Maar ik denk voor wat wij posten op Instagram, dat is wel vaak ook gewoon... moet er ook aesthetically goed uitzien, zeg maar. Dat het aantrekkelijk is. Maar soms, het is ook onze Instagram is best wel een mix. Waarom ik denk, onze Instagram is ook een mix tussen die twee werelden. Mm. Waardoor we hele likable kunst kunnen zien. Door het laten tonen, posten dat mijn buurvrouw, die helemaal niks van kunst weet, dat misschien ook heel mooi vindt.
Maar ook wel, dat, ook wel laten zien van, oh, we weten ook wel echt veel over de kunstwereld. Over kunst dat misschien minder likes krijgt, maar dat posten we ook wel, zeg maar. Kijk, gebruik jij je Instagram ook als soort research tool? Ik bedoel, als jij 3 werken kan inkopen, dan maak je 3 posts. En degene met de meeste likes, die koop je het meeste in. Het werkt zo niet. Maar ik gebruik het wel sowieso. Ik gebruik wel sowieso Instagram als middel om kunstenaars mee sowieso in contact te komen. Want ja. Het is behalve dat het heel veel mensen denken van, oh, dat is een enorm sales platform, maar het is ook gewoon een netwerktool. Ja. Want als je 1 miljoen volgers hebt, je stuurt iemand een DM, dan reageert hij waarschijnlijk wel, zeg maar. dus je kan gewoon de meest belangrijke mensen gewoon een bericht sturen. En daardoor kan je ze ontmoeten. En hetzelfde met kunstenaars. Maar ik denk sowieso Instagram gebruik ik inderdaad om te kijken, als je post, wat voor reacties het krijgt. Maar het is niet altijd zo dat degene die de meeste likes krijgt, dat het best verkoopt. Want er is gewoon een heel verschil. Een like is heel makkelijk gegeven. €2000 uitgeven is heel iets anders. En dat zijn andere mensen die andere dingen liken en zo. Dus het werkt niet precies zo. Maar ik gebruik zeker Instagram als een hulpmiddel bij het onderzoeken naar welke kunstenaars we mee moeten samenwerken. En je verkoopt in alle landen, zo'n beetje? Ja. Yeah. Ah. Ja, ja, heel interessant. Puur wereldwijd platform. Ja, puur wereldwijd. Zeg maar nauwelijks in Nederland ook. Heb je een goede boekhouder ook? Ja, ik hoop het. Ja, dat is wel een doetje. Hey, even tot slot. Is een van mijn stokpaardjes, zeg maar, de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Hoe kijk jij daar nou naar? Want je deed MBO deed je toch? Nee. Ik heb de HAVO met vlag en wimpel gehaald. Ja, en toen deed je HBO hier in Amsterdam. Maar je hebt niet afgemaakt. Die heb je niet afgemaakt. Wat vind je van het onderwijs in Nederland? Als je nu kijkt naar wat jij nu aan het doen bent. Ik vind, ik kom zo van het buitenland. Dat ik ook wel, dat je ook wel in Nederland wat meer begint te waarderen. Op zich qua onderwijs is het super betaalbaar. En heel veel studenten klagen over dat, weet ik veel, de studie weggaat of dat soort dingen. Maar als ik zie wat mijn vrienden betalen in Amerika om naar school te gaan, dan in Nederland zelf, dan moeten we denk ik niet zoveel klagen. Maar ik denk wel, ik vind school wel, helemaal als je ondernemer wordt. Ik denk dat er bepaalde beroepen zijn. Weet je, als je advocaat, dan moet je het ook gewoon studeren. Of dokter of zo. Yeah. Als je ondernemer zijn, heeft het niet echt zin, vind ik. Hmm. En ik wil niet mensen stimuleren om van school af te gaan. Maar wat ik zeg, gewoon door naar de BIEB te gaan. En omdat er zijn zoveel boeken daar, wat gewoon de gratis BIEB is. Vind ik ook wel, dat hoor je niet zo vaak. Nee, maar het is wel een fantastische plek. Er zijn superveel dingen waar je over kan leren. Yeah. En je hebt maar een klein beetje nodig om daar een autoriteit in te worden of ja, zo. En, ja, ja. Heel veel mensen doen gewoon school en doen gewoon allemaal leren, allemaal hetzelfde. En daardoor gaat het leren. Weet je, heel veel mensen vinden leren ook niet leuk en het is best wel saai en zo. Dus dan ga je maar blowen of drugs doen of feesten. Terwijl leren eigenlijk superleuk is. En dat bedoel ik, zeg maar, als je gewoon naar de BIEB gaat, er zijn zo fucking veel boeken waar je interessante dingen van, ja, over meer kan leren. En... Maar kun je als ondernemer niet meer blowen en feesten dan? Ik doe het niet. Nee, want je hebt het best druk, hè, denk ik. Ja, precies. Maar er zijn genoeg ondernemers die dat wel kunnen. Ah. Maar, zeker jou zien. Ik ken er genoeg. Ja, absoluut. Maar maar ik denk wel, nou, het is ook wel gevaarlijk trouwens, denk ik. Je ziet er ook best wel veel mensen aan onderdoor gaan. Ja. Ook in mijn zin. Dus ik doe het niet. Ik wens je heel veel succes wat je allemaal nog gaat doen. Dankjewel. Een stoer verhaal. Dankjewel voor het verhaal. Yes, dankjewel voor het nog zijn. Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. Of als je naar de podcast zit te luisteren, bedankt voor het luisteren. Zie je een blauw duimpje ergens onder, dan steek hem omhoog. En dankjewel voor het kijken. Hoi!